Het bos bij de Duivelsberg is sinds kort makkelijker toegankelijk voor mensen met hulpmiddelen, zoals een rolstoel of een kinderwagen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een zogenoemd familiepad door het gebied van de Duivelsberg. En donderdag is het pad feestelijk geopend en direct in gebruik genomen. Het speciale familiepad is onderdeel van het project Zorgeloos op vakantie. Doel van dit project is om de regio Rijk van Nijmegen beter toegankelijk te maken voor mensen met een lichte fysieke beperking en hun reisgenoten.